B-Rudders! Leuk dat jullie er zijn. Nieuwe aflevering. Kijk deze lekkere start op de Fjordur map, jongens. We zijn nog steeds bezig met kijken hoe we terug kunnen naar de island, naar Aberration, naar Genesis. Maar tot nu toe zijn we nog afgesloten. Het is sowieso handig dat we gewoon naar een tech tent submitter en alles toe gaan werken. Dat lijkt me gewoon het beste plan. Tot nu toe hebben we al een lekker beginnetje gemaakt, want we hebben een mining drill. En dat vind ik best wel behoorlijk epic. Wat er ook nog een ding kan zijn, is we moeten even onze inventory cleanen natuurlijk. We hebben dit dan nu als uitvalsbasis. Ik denk best goed verstopt, ook dat steen op steen zie je nauwelijks. En aangezien er even geen spyglass is of geen awesome spyglass, ja, moeten we het hier maar gewoon allemaal mee doen. Dus even, wow, waarom pakt die C4? Dat is eng, man. Dat is eng. Ja, dat is eng. Oké, okay, we doen even alle wood transferen naar de refining forges. Want dan kan ook alles helemaal aan. En dan hebben wij ook gewoon een zieke metal voorraad zometeen. Want we, ja, dat is in ieder geval 1,5k metal ongeveer. Dan hebben we nu natuurlijk de mining drill. Oh jongens, let's go. Kijk eens aan. Bro, dit heb ik in 2 afleveringen verzameld. En nu binnen 5 minuten. Oh, wat goed dit. Ja. Kijk hier. Oh. Ja, we gaan gewoon meteen voor die Indu Forge, man. Ja, trouwens, laten we het even opdelen. Ik zeg wel de hele tijd van, yo broeders, we moeten echt die tech rushen. Maar daarvoor moeten we natuurlijk stapjes maken. Ik heb de fabricator en nu, ik heb de mining drill, dat is best wel snel gedaan. Ja, dan is het nu toch tijd om industrial forge te doen en alles. En even koelkastje. En ik moet eigenlijk even mijn babytjes uit laten komen, man. Als ik in deze cave gewoon oprecht ook nog kan spelen met een magma sour, dan is het helemaal top. Ik ben blackweighted. Dat is niet goed, hè? Red niet te snel. Jazeker. Oh. Oh, ja. Ja. Nu gaat het in ieder geval wel smelten. Oké, we maken maar even een feeding through. Dan maken we ook maar even een preserving bin. Want we moeten gewoon even plekken gaan... Yo, kijk die stenen. Jezus. Zo. Dan gaan we... Oh, mijn god. Dit is echt insane. Dan gaan we uiteraard gewoon maximaal... Oh, mijn god. Dit is echt heel veel. Oké, wacht. Dit gaan we anders doen. Nee, shit. Nee, dat is lastig. Dit is lastig. Want je moet 2 resources hebben. Dan moet ik alsnog alles eerst met stone spec en dan de rest. Campbench. Sowieso campbench, jongens. Campbench. 100%. We gaan meteen ook kijken wat we daarvoor nodig hebben. Maar in de tussentijd moet ik dit wel echt even allemaal aanzetten. Anders schiet het niet op. Oké, hier willen we ook gunpowder gaan maken. Maar dan moet ik nog even mee wachten. Nee. Oké, super ziek. Super ziek. Dan pak ik alvast een deel van die spark powder waarmee we deze gaan aanzetten. Dan daarin gaan we natuurlijk wat met... Oh, joh, die medical boost die slijten echt snel, jongen. Je hebt 20 mee. Gooi je dit natuurlijk even allemaal hierin. Voor nu is dat even prima. Alright. Dan die feeding true zitten dan ook maar even. Ja, die zetten we even buiten neer. Goede bak. Bob, doe er al meat in. Lekker man. Oké, cool. Eyeball. Eyeball. Dan heb ik hier een heel mooi kastje. En daar doen we maar even gewoon al die T-Rex armen in. En de artifacts en noem maar op. De alpha, trofies. Die dingen, dat ding. Ja, die element moeten we eigenlijk ook een beetje mee oppassen. Lekker man. Het lijkt me ook echt ziek om misschien een griffin te gaan temmen. Ik weet niet of dat kan in deze aflevering of niet. Maar voor nu moeten we gewoon echt, wat ik zei, we moeten even die stappen maken naar een chemistry bench. En dat kost proper veel. Ja, die kunnen we misschien beter eerst een industrial forge. Ik kan het trouwens wel bijna maken. We komen letterlijk alleen spark powder, dat heb ik. En electronics tekort. En electronics kan... Bro, what are we doing, man? Electronics kan ik gewoon letterlijk hier farmen. Want dit is de... Bro... We got him. En dan moet ik nog een generator hebben natuurlijk. Oké, fuck it. Oké, laten we beginnen met dan die pearls verzamelen hier. Dit gaat te lang duren. De cave is echt een stuk groter dan ik dacht trouwens. Als je vliegt valt het allemaal heel erg mee. Maar nu ik te voet ben denk ik, niet heel prettig. Ach, ah man, die dingen die we hebben, mogen altijd zo snel. Hallo, hoeveel hadden we nodig? 250, dat zijn 750 silicon pearls. We hebben dan natuurlijk al een aantal, dus man, dit is zo easy. Wat is dat? Dat zijn 2 slangen. Oké, dus als we hier even 1000 silicon pearls kunnen verzamelen, dan is het gewoon helemaal goed. Dit doet me alweer denken aan op Aberration en op Scorch. Waar we gewoon even die pareltjes erin moesten verzamelen. En nu is het nog even leuk. Als je echt na moet denken en weer geprikkeld wordt. Van, oh ja, dit moet ik even redelijk dan moet ik regelen. Maar, jongens. Over een week staan er weer 2 alpha basissen. Gegarandeerd. Ik ben benieuwd hoe Jamie afgaat wel, hoor. En aan de ene kant wil ik hem ook gewoon vinden, zodat ik hem misschien kan remmen. Snap je wat ik bedoel? Dit is juist de plek waar ik hem even aan kan pakken. Stel, ik kan hem nu vinden, dan kan ik hem een soort van aan de grond houden. Maar de map is gigantisch. Dus ik heb geen idee... Oh, dit is kut. Oh ja, dat was een ziek level. Ik heb gewoon geen idee waar die is. Ook geen idee waar die kan zijn, want ik ben ook gewoon oprecht al de hele map rond geweest. Je kan ook realm travelen en noem maar op. Dus dat gaat niet echt opschieten, zeg maar. Waar is mijn Desmo nu? Eyeball! Eyeball! Waar is Eyeball? Ik moet wel echt zo snel ook even tech suit hebben, jongen, want dit... Waar is Eyeball? Hij stond er een follow. Is dat hem? Eyeball, jij reeft even. Kom eens even hier, joh. Zieke echolocatie, jongen. Oh. Yo, ik zie mijn beest helemaal niet, hè. Ja, nu wel. Maar net dacht ik echt van, wat, waar is hij? Oké, doen we er lekker in. Electronics. Ja. Nou, dit gaat wel even duren. Maar we hebben in ieder geval een zieke elektronic kracht aanstaan. Ja, bro. Dit is hem. Dit is hem. En dan wat? Oké, dan kunnen we dus in principe de campbench maken. Dat kan dan, zeg maar. Hij zegt dat we nu nog elektronisch kort komen, maar prima. Dat is dus, wordt gefixt. Maar een industrial forge, want dan gaan we ook natuurlijk dubbel dingen inleveren. Poeh, even kijken. CP, crystal, oil,
polymer. Oké, okay, ja. Is te doen, maar we moeten wel echt even daarvoor gaan preppen. Dus organic polymer kunnen we zo vinden. CP kunnen we nu dus ook gewoon zo vinden. Maar dat is wel lastig. Ik ga niet liegen. Ja. Oké, okay, CP. Oeh, metal wordt ook. Ja, trouwens, metal is gewoon een kwestie van tijd. CP oil poly. CP oil poly. CP oil poly. CP oil poly. Poly poly. Ik moet nog even. En wacht, voordat ik ga, ga ik eerst even die chembench maken. Want dan hebben we dat in ieder geval vast. Ik ga. Oké, okay, wacht jongens. Ik ga wel gewoon even metal farmen. Terwijl dat doorkraft. Yes, great plan. Only one problem. There's no metal anymore. Oh no, I see. Oh, er is echt geen metal. What the fuck? Ik dacht dat dit gewoon best wel zieke metal cave was. Er is niks. Ik zei die vijf notes die ik net heb gepakt, dat was het. Bleh. Oh, wat treurig. Maar ook echt geen één. Dat was... Wat? Echt, ja? Huh? Nou ja. Dan, oké. Okay, dan gaan we ook maar even metal verzamelen. Oké, okay, chembench. Let's go. Electronics. Maximaal weer. Ah ja, dit is lekker. Oef, ja. Kut, hier heb ik een Jenny voor nodig. Helemaal vergeten. Gen. Outlet. En kabel. Oké, okay, cool. Kijk. En ga maar lekker je ding doen, jongen. Ga maar lekker je ding doen, hè. Kijk, hier kunnen we tenminste wat mee. Perfect, perfect, perfect. Even een lampje en we gaan maar verder. Ik ga nu natuurlijk wel iets meer opvallen, maar ja, ik moet gewoon echt even het zicht hebben, man. Anders wordt het helemaal kut. Hé, lekker, man. De productie zet goed aan. Oké, oké, oké. Dan gaan we nu... Ja, we moeten wel even eyeball meenemen. Eyeball. Wat is hier gaande? Hé, hey, yo, yo, yo. Oh, wat? Johnny? Hij zit daar, of niet? Oh, zit hij hier? Waarom kan ik hem niet zien? Zo, dit is zeer ongemakkelijk. Ja, jezus kerel, what the fuck? Zeer ongemakkelijk. Ik dacht, zie ik daar nou iemand? Hey, Rudy. Kut, hè, jongens. Kutzooi. Ik heb wel lekker drie snolletjes van level 150. Lekker, oeh, hè? Oeh, dat is wel lekker. Ik heb, even kijken. Ik heb 10 desmo's, 140 plus wild. Ik heb 2 maywings. Je zit op de desmo, je hebt een vieze bloodsucking, hè? Ja. Allemaal dirty blood zakken. Ja. Yeah. Ah, mooie PT heb je trouwens ook. Ja, kom kieken. Kut, jongens. Kut, hè. Ik heb nu wel mijn helm aan. Kill die PT alsjeblieft. Kill hem alsjeblieft. Kill hem alsjeblieft. Hij moet gewoon weg, man. Als hij PT niet heeft, zit hij ook gewoon vast. Kan ik een turret maken? Nee, dat gaat echt niet lukken. Ah, een normale turret. Kan dat? Metal ingots. Fuck, man. Zit hij er nog? Jezus, wat een god. Ja, mooi ding, hè? Ja, dit is kut, man. Dit is kut. Advanced Rifle Bullets. Gunpowder. Ja, man. Oh, kut, sorry. Ja, dit is echt zo onfortuinlijk weer. Nope. Ik weet niet van welke angle die zit. Ja, met zijn techbow kan hij dat zo slopen, man. Ik kan mijn hele basis... Jezus, die map is zo paupergroot, hè? Hey, thanks, man. Echt chill. Fijn dat je hier gewoon doorgaat. Kom hier. Hi. Jongens, nou is dit hele ding, deze hele plek zo'n compromise nu, hè. Oh, wat kut dit, jongens. Wat kut. Oh, dat was Aibo. Jee, dat toeval met Jamie is altijd zo groot, man. Oh, man, daar hoef ik echt zo zuur van. Ja, ik zit echt even te denken wat ik nu moet doen, want ik moet mijn hele operatie nu oppakken. Oh, dit vind ik echt balen, man. Autoturret ga ik toch niet zoveel aan hebben tegen Jamie. Want zijn armor is te sterk. Hij kan het waarschijnlijk gewoon runnen. Maar hij kan op zijn minst, zeg maar, een autoturret neerzetten, denk ik. En nu kan ik niet weg. Kutzooi. Oh man, dan heb ik ook geen desmo hier zo meer. Het is allemaal in die cave. Maar hoe... Wacht. Ten eerste, hoe vind je dit zo? What the fuck, man? Ja, ik moet echt alles oppakken en weg. Dat is echt een ding. Dat is gewoon... Ja, zo simpel is het, jongens. Dit heeft geen zin om dit te defenden. Het is ook cave damage, hè. Het is echt helemaal kut. Kut, man. We gaan nu al weg. Oh man, ik zat net een lekkere start te maken. Ik ben zo zoutig nu, jongen. Ja, kunnen we alles oppakken? Jammer dan. Ik moet wel oppassen als hij nu even komt. Nee, dan is het zo klaar. Yo, al kon mijn techbow gewoon oprecht even wel alle hits hitten. Dan was het ook wel heel anders als de PT gewoon neer en noem maar op. Maar ja, hij heeft nog tech armor, zo te zien. Nou, maar ruim hem maar lekker op. Maar ik moet echt oppassen. Als dit nu doodgaat, dan ben ik oprecht alles kwijt. Ik weet niet of ik dat ding mee kan nemen. Oeh, ik ben nog steeds verward, jongens. Hoe vindt hij dit, man? Hij zit gewoon nu alweer terror te doen. Oh man, ik heb ook al zoveel zooi. Ja, het scheelt dat we het zo weer op kunnen bouwen in principe. Maar ik moet alleen tussendoor niet gepakt worden. Maar dan zit hij waarschijnlijk ook op dit eiland. Jamie Canada gaat hij nu gewoon spullen halen om zeg maar dit te raiden al. Dus dit is mijn beste move sowieso. Is dat een desmo? Van Onik. Oh, als ik hier nog even een desmo kon krijgen was het helemaal chill. Ik heb alleen niet veel tijd te verliezen nu. Dus dit moet gewoon oprecht snel weg. Kom op. Oh, ik schrok me kapot. We hebben gewoon even één bedje mee. Oké, okay, time to bounce, man. Vaarwel, Aibo! I'm gonna miss you, man! Zo typisch dit, jongen. Oh ja, als ik dit soort dingen dood ga ook. Ik had al gewoon eigenlijk... Ik dacht haast dat het zo'n explorer note was daar zo. Had ik eigenlijk gewoon al meteen iets tegen moeten doen. Oké, die PT erin, dat hoort allemaal niet. Ik had daar gewoon meteen moeten executeren. P
PTE neer moeten maaien, klaar. Hey, trouwens, hier was een zieke metal spawn. Nou, ik heb in ieder geval wel stappen gemaakt, dus het is niet alsof we een setback zijn. Ik moet alleen oprecht even een andere woonplaats vinden. En oppassen voor elke PTE die ik zie. Maar Jamie heeft dus al een PTE. Dat is frustrerend. Kan ik ook wel gebruiken. Nou, aan de andere kant, Mewing is ook wel lekker. Oké, nou is mooi geweest. Dan zit ik mijn tas weer helemaal vol. Oké, dan gaan we gewoon weg van dit eiland, man. Dit hele eiland is gewoon curse nu. Maar hij zegt dat hij snowballs heeft al. Dus, nou ja, prima. Dat maakt me niet zoveel uit. Wat een leuk die je hebt. Ik zet wel een turret neer, dan blijft er niks van over, jongen. Maar dat heeft hij waarschijnlijk hier in dit gebied gehaald. Dus ik denk dat hij hier ook gewoon ergens zit. Ik weet alleen nog niet waar. Hem kennende, het zou best kunnen dat hij hierachter zit, trouwens. Volgens mij is dit ook een... Oh, nee. Was dit een huis? Volgens mij had je zo'n soort van cave achter een ijswaterval. Nou, dat is niet hier. God, ik moet van dit eiland af, man. Hoe kom ik hier weg? Mijn hele inboedel zit hierin. Laat maar gaan. Ik hoop hem eigenlijk stiekem te vinden. Ja, die gast die vindt gewoon mijn god, man. Ah, Jamie, die persoon die mij altijd per ongeluk vindt. Ah, jongens, dan gaan we maar gewoon even lekker doorkletteren. Ik denk dat ik daar bij die beverdam in de buurt ga wonen dan. Een beetje rechts, richting die soort van redwood op de map. Kijk dat, dit gaat echt snel, jongen. Ik ben echt straaljager. Gee. Boy, look at me go, boy. Ik wil alleen weten waar die is, want dan kan ik hem terughitten. Maar ik ga dat niet riskeren, want ik moet een base of operations hebben. Zolang wij in een stone tier zitten en we hebben tech bows, is het kut. Ik bedoel, ja, ik kan bij hem ook schade aanrichten, maar dat kan ik ook doen met... kan ik ook doen op, zeg maar, als ik wel een hokje iets verder weg heb. Dan doe ik wel weer gewoon een mini-fopje neerzetten. Oh, hier zijn iets te veel bomen. That's annoying, man. Nou, komen we toch nog in de buurt van de Golden Plateau. Wat ziek. Oh, hey, er zit ook nog een kamer hier binnen. Was dit die Hall of Fame? Of was dit die Realm? Teleport Room? Wat was deze plek? Oh, ja, dit is die Hall of Fame. Of die soort van developer room. G-Portal God! G-Portal God! Jongens, heb je interesse in een server van G-Portal? Check even het linkje in de beschrijving. Krijg je 10% korting en een andere video legt uit welke server settings wij hebben. Voor verschillende servers, dus dat kun je zien in de afspeellijst. Ik voel me hier wel veilig, dit voelt als een soort van neutral ground. Maar hier ga ik niet wonen, dat is een kutplek. Hier kun je wel een bed neerzetten. Nou, wat denken we ervan, jongens? Gaan we hier wonen? Hé, hey, dit is trouwens helemaal niet het plateau. Huh? Er zit een andere gouden plateau. Er stond zo'n ding bij eerst. Alright. Waar gaan we wonen? Ja, ergens maakt het ook echt geen zak uit. Maar Jamie, die vindt me toch wel. Haha. Ik ga niet in lava. Huh? Mijn level 57 is modus gekild op wildpoeper. Oh, maar dan is hij naar die onderwatercave. Als het goed is. Of juist waar ik begonnen ben. Dan is hij daar. Ja, ik wil hem terughitten nu, jongens. Ik wil hem oprecht terughitten. Ik ga wel gewoon even dat kasteel pakken voor nu. Dat lijkt me een prima idee. Voor nu. Hallo, bitch. Bap! Bap! Ik heb met een shards. Ik kan die boog, die hit echt maar de helft, joh. Oké, nou. Binnen de castle walls. Yeah. Poging 2, boys. Ik ga er even heel snel uit de grond jakkeren. En dan gaan we eens even kijken wat hij allemaal aan het doen is. Ik moet vooral ASAP er even mijn forges kwijt. Want anders stopt mijn metal productie er geen zin in. Ja, heb ze of niet? Had niet zoveel zin. Van allemaal hout. Van allemaal metal. Allemaal aan. Lekker, man. Oké, jongens. Ik knal dit even uit de grond snel. En dan, ja. Ja. Ah, man. Ik zit nu ook echt te denken van, wat moet ik doen? Ik wil even eigenlijk bevestigen waar die Desmo heeft gekillt. Want ik denk dat Jamie nu, als ik hem een beetje ken, is hij ook bezig nu met sowieso een base locatie vinden in een cave. Weet je wel, dat heeft hij echt letterlijk elke keer gedaan. Elke wereld waar we geweest zijn. Bronnen op Scorch natuurlijk. Hij zit altijd die PvP spots af te gaan. Kan best zijn dat hij nu die grote onderwater cave checkt, die ik dus ook heb gecheckt. Nee, wacht. Daar staan denk ik nog 2 Desmo's van mij. Was dit dan echt die allereerste die ik had? Hoe dan ook. Ik heb alsnog even wood en thatch nodig. Oké, nice. Dat ding is echt veel te huge, man. Far too big, man. Het beroerde is ook gewoon dat ik hier ook weer heel snel weg moet. Dat is wel oprecht een ding, want dit is veel te open, man. Alright. Nou is alles connected. Dan moet hier nog even gasoline in doen. Ja. En dan even kijken. Transfer. Yo, ik moet echt veel meer Ark spelen als hoe Ark was. Oké, personal. En de Maywing. Waar is dat Maywing? Oh, je Maywing. Dat gaat naar de campbench in ieder geval. En dan doen we stone, flint, charcoal. Transfer. Alright, cool. Nou, dan maak maar even alles wat je kan. Oké, de base is weer operationeel, jongens. Dan moet ik alleen nog even ceilings hebben en zo. En bedden. Alright, ja. Yeah. Oh, man. Oh, man. Wat moet ik nou wel doen? Kijk hoeveel ik heb trouwens. 7300 spark powder al, man. Uit de Maywing, hè. Dan moet ik een aparte kast voor hebben. Ja. Pff, meerdere zelfs. Oh, deze zit ook gewoon vol. Oh, we kunnen een turretje craften. Ja. 1 turret. Let's go. Oh, en wat bulletjes. Oh, wat fijn. Zo triest.
Het is zo dat kun je gewoon tegenaan staan en een scheet laten, ga je nog niet dood, man. Want ik denk oprecht dat Jamie op zijn minst één goede kit heeft, zeg maar. Net als ik. Hier, yeah, hoppa, jong. Hoppa. Oh, mijn god. Dit is... oh, kut. Change target from... Ja, ja. Hier. Ja, daar moet je bang voor zijn, jongen. Hoppakee. Hoppakee. Oh, wat ernstig. Hoppa, dak zit erop. Oh, dat is heel luidruchtig, man. Ik moet de S-plus dingen weer hebben. Ik word er helemaal doof van deze shit. Ik had eigenlijk überhaupt gewoon turrets moeten rushen. Als ik daar een turretje had, jongen. Oh, had hij alsnog easy. Want hij had een fab rifle. Had dan easy nog mijn ding kunnen snipen. Wat is gebeurd. Ik moet gewoon een nieuwe eyeball hebben nu, man. Een nieuwe eyeball for life. Ik kan hem eigenlijk ook gewoon halen. Misschien moet ik dat maar gewoon even gaan doen. Nadat we een deur hebben geplaatst. Alright. Elektronen kraft ze daar, jongens. Ik ga gewoon maar even op en neer. Oh nee. Daar gaan we. Dit is niet handig trouwens. Hoe lang ben jij? 20. Nee, ik wil niet dat jij me pakt. Ik heb mega rabies, man. Wat zit hierin? Oké. Oh, nice. Oprecht ben ziek. Oh, ook heel nice. Is hij 150? Of level 50? 95 en... Oh, passive, jongens. Passive. Oh, ja, oké. Ja, 95 vind ik prima. Oh, wacht. Ik heb geen bloodbags. Ja, dit heeft geen zin als hij me niet oppakt. Oké, we hebben bloodbags. Pak me maar. Doe maar. Ja, dit gaat 100 keer zo snel, man. Ah, lekker. Level 121. Maar deze vind ik toch wel net waardeloos. Ik wil jou niet temmen. Stop. Stop met getemd worden. Jezus. Oh, dan ben ik echt bijna dood. Nou, ik heb 3 lege Ah, nee, jongens. Stop even. We nemen die 121 en 114 wel mee. Oh, nee. Stop nou. Oh, man. Ik voel me echt een vrouw die aan het afstuderen is. Ik word rondgeslingerd aan alle kanten. Grapje, jongens. Ongepaste opmerking. Ik neem hem terug. Al gebeurt het wel een... Oh, god. Oké, dan ben ik klaar mee. Ga weg. Piece of trash, man. Oh, man. Ga weg. Ga gewoon weg. Allemaal weg. Nee, allemaal weg. Al die kutgeintjes. Jongen, jongen. Ging ik bijna dood, hè? Moet wel zeggen, jongens. Ik heb prima blueprints. Heel erg lekker. Ik wil alleen heel graag vlek blueprints hebben nu voor de verandering. Oké, ik ga terug naar de base. Oeh, 145 desmo. Ja, die moeten wij eigenlijk wel meenemen. Dan kan die andere erin stikken. Ja, jongens. Ik denk dat Jamie hier beneden mijn desmo heeft gekild. Joh, ziek trouwens wel. Want dan is hij op elke plek geweest waar ik een huisje heb gehad. In één, gewoon één dag. Ja, ik heb al genoeg bloedzakjes. Kom goed. Ja, joh. Jee, joh. Hallo, pak mij op. Ik hou van je. Geef me liefde die mijn vader me nooit gaf. Oh nee, ik val naar beneden. Oh, dat is iets minder chill. Oh, ik denk dat ik daarom geen damage kreeg. Deels door de bloodbags en deels gewoon door de armen. En dit is ziek, jongen. Oh, jongens. We gaan de tribe gewoon voor nu even straf noemen. Nee! Wat de fuck? Dat is echt weer zo'n arc ding, hè? Voor hetzelfde dat je doodgevallen. Gewoon dat je tribe naam aanpast. Alright. Ik zou zeggen dat hij hier is geweest. Waar zijn de andere desmo's? Oh mijn god! Zag je dat? Fucking veel poly. Holy shit, man. Oh, dat is ziek. Ik heb een life. Ik kwam hier voor de kristal eigenlijk. En om te kijken of ik Jamie kon vinden. Maar ja, doe maar. Dit. In deze mate. Ja, graag. Weet je, dan kan ik eigenlijk allemaal crafts aanzetten. Klaar. Zijn we gewoon klaar. Hebben we gewoon voor een aflevering meteen de forge. Hoeveel poly hebben we nu? Oh, ik ben die Blackweight voor ik hier weg kan. Oh, dit gaat zo snel, die organic polymer. Oh, dit is echt ziek, man. Ik doe nog één polymer hoekie. Alhoewel. Misschien kunnen we niet doen. Ah, oké, okay, fuck it. Doe maar gewoon. Pak even mee. Die stekken per 20. Dus dat is een beetje kut. Oké, okay, stam maar op. Dat is niet hoe je opstapt, man. Oh, kut. Laat me opstappen. Oké, okay, bye. Ja, ik vraag me nu oprecht af waar die desmo was. Volgens mij was die eerste die ik had ook iets van level 70. Dus dat kan... Ja, ik kan niet meer zien door de tribe log. Omdat ik die niet had. Raar, man. Ik dacht echt dat hij hier dan ergens was geweest. Maar ja. Ik geloof gewoon niet dat hij nu al in de snow woont. Want dat is gewoon vervelend qua elementen. Want hij heeft zijn helmpje nu niet. Dat is gewoon oprecht kut, zeg maar. Ik geloof wel dat hij snow als heeft. Want dat is niet zo moeilijk. Vooral niet met een techbow. Maar ik geloof niet dat hij in de snow woont. Oh mijn god, is dat het noorderlicht? Wauw. Nee, geen idee waar de jongen is. Potverdomme. Nou, we zijn er weer, hoor. Hoi, weer 5.5k metal erin. Ja, die moet gewoon even lekker een hele dag smelten. Dan hebben we zo die forge bij elkaar. Dan hebben we denk ik al richting de 7k metal ingots. Dus dat is helemaal top. Waar zet ik hem neer, dan? Daar. Oh, dit hadden we nodig, man. Oh, dit werkt veel beter. Ja, touch. Oh, beter. Hoppa. Oké, boeders. Het is weer mooi geweest. Thanks voor het kijken. We hebben best wel... Ik vind dat we best wel iets straks hebben opgebouwd hier. We moeten natuurlijk zo snel mogelijk ook weer hier weg. En turrets en noem maar op. Maar ik vind het best wel lekker, man. Je bent ook leeg. Ik vind het ziek. Thanks voor het kijken en tot morgen. Dan gaan we even nog meer stappen maken.